Hallo, ik ben Jeff Smulders, 31 jaar en ik kom uit Texel. Ik werk nu 13 jaar bij Smulders, altijd als lasser gewerkt. Ik ga 's morgens aan mijn leidinggevende gewoon vragen wat de taak is van het moment. En dan krijg ik te horen wat ik moet doen. Soms dat lassen, soms dat takelen. Het kan ook verschillende lasprocessen zijn, verschillende posities van lassen. Dus ja, juist wat het project nodig heeft. Dat gebeurt mig-mag, dat gebeurt op E, dat gebeurt tig. Dus ja, het is juist wat er op die moment op de dagplanning staat. Als ik klaar ben met mijn werktaak, dan wordt het ook meestal gecontroleerd, visueel of ultrasonisch en magnetisch, naar gelang wat de klant vereist. En dan eventuele bijwerkingen, reparaties die moeten uitgevoerd worden, waarna het stuk naar de stralen- en spuiterijhal gaat voor de afwerking en het transport naar de klant. Werken bij Smulders is heel uniek vanwege de grote variatie in verschillende stukken, verschillende lastposities. Grote stukken, kleine stukken, binnenkant, buitenkant, verschillende lastprocessen op één bepaald stuk. Dus het is elke dag iets anders. Waarom ik zo graag bij Smulders werk, is sowieso al vanwege de interactie met de collega's. Ik heb heel leuke, heel fijne en enthousiaste collega's hier allemaal. En ook de grote variatie in de stukken en de lastprocessen, de lastposities allemaal. Dus ja, het is nooit niet hetzelfde. Het is altijd een beetje een kindersurprise. En dat maakt het voor mij hierin heel interessant.